Yo gasten van het Gameportaal, mijn naam is Ronald en het is vandaag weer tijd voor een gloednieuwe video op het Gameportaal. Ik heb er ongelooflijk veel zin in, ik ben hier samen met mijn mattie koe. Oh, hij heet Bobby. Hey Bobby, alles goed met jou? En vandaag speel ik met jullie Skyblock. Om eerlijk te zijn heb ik nooit echt Skyblock gespeeld op het Gameportaal bij mezelf. Alleen, ik weet niet of ik er goed in ben, ik waarschijnlijk wel. Als jullie tips hebben, laat het achter in de reacties. Ik ben eventjes heel erg druk. Waarom ben ik druk? Dan zoals jullie achter me zien, heb ik een soort van aan de achtergrond. Dat klopt, omdat ik binnenkort mijn kamer volledig ga verbouwen. Mijn bed is hier weg, mijn kast is hier weg. Hier komt een volledige studio. En binnenkort kunnen jullie nog hogere kwaliteit van mij verwachten. Want ik heb al een camera gekocht van 60 fps. Dat doe ik niet meer via mijn webcam. Smash op het duimpje omhoog als jullie Skyblock leuk vinden. Het zou super tof zijn als we 2000 likes halen. Dat zou Bobby ook leuk vinden, toch Bobby? Hij is er stil van, jongens. Oké, weet je wat? We gaan gewoon meteen beginnen. Het IP is trouwens play.primemc.org. Het is echt heel erg lang geleden. Ik heb geen flauw idee zelfs hoe ik dit moet doen. Oké, ik weet wel dat je meestal moet beginnen met een cobblestone generator. Om eerlijk te zijn, ik heb nooit echt een cobblestone generator gemaakt. Maar wat ik wel weet, dat het ongeveer zo zou. Zo. Namelijk, je plaatst hier water. En daar plaats je lava, als ik het goed heb. Maar we slaan even dit kapot, zodat er water begint te stromen. En dan leggen we daar. En hebben we dan een cobblestone generator? Met het texture pack lijkt het op een kool. Maar ik denk dat dit cobblestone is. Maar hebben jullie een challenge, tips of wat dan ook? Laat het achter in de reacties. Ik weet niet hoeveel aflevering ik hiervan doe. Het is gewoon tijdelijk, omdat ik heel erg druk bezig ben met het verbouwen van mijn kamer. Er zit heel veel tijd in, maar jullie, het gaat heel erg tof worden. Misschien dat het maar 2 afleveringen is. Misschien dat het 4 miljoen aflevering. Nee, ik weet niet. Misschien wordt het gewoon een kleine serie. Misschien faal ik gewoon hartstikke hard. Wat? Maar ik had net kool en nu zie je diamond. Wat? Oké, en wat komt er nu? En nu komt de cobblestone. Oké, dit is vaag. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. What the hell is dit? What the mining skill increased by 1 total. Wat is dit? Dit heb ik nog nooit gehad. En er komt allemaal lapis uit. Oké, ik ben helemaal van mijn stokje af. Ik weet echt niet wat dit is. Ik vind het hartstikke chill van ze. En, maar het is dus Skyblock Thunder. Ik weet niet wat de bedoeling is. Ik dacht zo van, hé, laat ik het gewoon een keertje proberen. Zo, huppakee. Oh yeah. Oh ja, ik weet niet, wat kun je met dat lapis? Kun je daar niet mee enchanten? En we hebben allemaal leuke spulletjes gekregen. En meestal toch met Skyblock zit hier in de verte toch ergens een eilandje. Of heb ik dat fout? Heb ik dat fout, Bobby? Zeg het eens even, Bobby, tegen... Zeg het, Bobby, heb ik het fout? Heb ik het fout? Heb ik het fout, Bobby? Bobby, praat tegen me. Nee, fuck you dan. Oh, ik sloeg je bijna van het eiland af. Dat is ook weer niet de bedoeling. Wat eerst even de bedoeling is dat wij even een plateau kunnen maken. En dat wij eventjes een huisje kunnen creëren. Want dat moet natuurlijk ook gewoon gebeuren in Skyblock volgens mij. Gewoon even waar je eventjes in kan slapen of wat dan ook. En we beginnen met Bobby. En misschien komt er later bijvoorbeeld een schaapje bij. Een schaapje bij. Misschien mogen we een eigen naam geven. Want Bobby vindt... Ja, laat me meteen denken aan Ernst de Bobby. Dus ik wil nog een koe ook genaamd. Gebeurt er nou? Wat hoor ik allemaal? Ik weet niet echt wat er allemaal gebeurt. Ik heb eigenlijk alleen maar cobblestone nodig. En niet die andere dingen. En natuurlijk ga ik er straks ook natuurlijk wat leuks van maken. Een mooi huisje natuurlijk. Meestal ben ik heel erg laks. Maar omdat het mij ook best wel interessant lijkt. En ik speel niet meer echt Minecraft. Toen dacht ik zo van, ik ga het niet afranselen. Ik wil nu alleen maar mooie dingen. Ik heb shaders geïnstalleerd. Dat is al een hele unieke prestatie van me. En nu ook dit. Oh, nee, niet eraf vallen. Niet eraf vallen, blok. Oké, het zal allemaal wel. Oké, we gaan even ons plateau even wat vergroten. We hebben 16 oak wood gekregen. Zullen we hier meteen al planken van maken? Gaan we daar meteen planken van maken? Ja, we doen het gewoon. We gaan gewoon YOLO-stijl. En als ik het verprust, mogen jullie eerlijk zijn, dan mogen jullie me ook gewoon uitschelden. Ik weet dat graag mensen uitschelden. Dat weet ik na zoveel jaren YouTube, weet ik dat inderdaad. Helemaal als iemand een foutje maakt, dan is het van, hé, je doet het niet goed, lullo. Maar toen zit ik zo van, ja, het zal allemaal wel. Laat me met rust of zo. Ik doe mijn best. Au, huppakee. Oké, maar ik ben benieuwd wat er met Thunder wordt bedoeld. Is er nog iets van een menu of zo? Een island menu? Volgens mij hebben we toch ook wel dirt gekregen, of wat dan ook. Ik weet niet, dit is echt helemaal nieuw voor mij. Het zal allemaal wel. Misschien moeten wij eventjes wat scheppen. Dat we ook wat meer dirt hebben. Zo, we pakken even een scheppen, plaatsen dit er gewoon eventjes allemaal in. We hebben zelf diamonds gekregen. Hoe? Misschien dat ik toch wel eventjes dan dit even weghaal. En dit eventjes weer. Ik weet niet wat ik met het water moet doen, maar die halen we dan eventjes tijdelijk weg. Waarom? Zodat ik eventjes even een nieuw plateautje kan maken. We maken even licht natuurlijk. Want dat moet natuurlijk ook. Want anders komen die verdomde zombies op ons af. Die verdomde...
Heb ik me nou gesaved? Heb ik nou me gesaved om dames... We hebben onze spullen nog. View. Ik kreeg daar even een hartverzwakking, joh. Ik kreeg echt een hartverzwakking. Dat was niet leuk, oké? Dat was niet cool. Nou, even alles even hakken. We halen ook even dat boompje weg. En hopelijk krijgen we dan een aantal zeppelen. Ja, Bobby. Je krijgt straks een groot stuk weiland. Je krijgt straks gewoon een heel mooi weilandje, oké? Een heel mooi weilandje waar je heel trots op mag wezen. Dus alsjeblieft niet zeuren. Niet zeuren op mij, oké? Ik ben ook maar een doodgewone boer. Die leeft in Friesland. Die worden meestal gezien als boer. Maar verder helemaal niks, Bobby. Ik probeer het beste. Ook voor jou dus. Het beste voor mijn... het beste voor mijn koe Bobby. Oké, misschien heb ik dat hout dan ook niet echt goed neergeplaatst. Ja, jawel, dat is gewoon de boorden. Gewoon het boorden om ons... om ons huis heen. Dan wordt dit straks een groot stuk weiland. Voor Bobby. Voor onze grote vriend Bobby. Nou, ik weet niet of dit goed komt. Ik denk te weinig dirt. Maar we kunnen nog een aantal dirtblokjes diggen. Je doet echt veel te gevaarlijk. Doe eventjes normaal, Bobby. Ik word moe van je. Zo, we pakken even pickaxe. We halen even het ironblok weg. Zo. Oeh, dan gaan we nu weer verder diggen. Hopelijk valt niks naar beneden. Ik hoop het niet. Zo, dan vullen we de rest straks wel eventjes met wat anders. Eventjes met... Met oakwood? Ja, we vullen dit wel eventjes met oakwood. Weet je wat, dan maken we... Dan is dit het begin van onze huis. Even, we saven het eventjes helemaal goed. We saven het even goed. Ja, dan wordt dit gewoon inderdaad het begin van ons huis. Hier komt dan een deurtje. Zo, huppakee, tadaa. Maar hopelijk vinden jullie het niet erg dat ik tijdelijk ben gestopt ben met prison. Je moet even kijken. Je kunt niet alles leuk vinden. Helemaal als je een beetje de... Oh, dit gaat heel... Heel kut klinken. Helemaal als je een beetje de hoop in Minecraft hebt opgegeven. Je vindt het bijvoorbeeld niet meer zo heel leuk zoals eerst. En dat je dan eigenlijk een beetje met tegenzin een serie doet. Dat is niet goed en dat merkte ik ook aan mezelf. Dat ik het gewoon lastig vond om het vol te praten. En ik merkte het ook wel een beetje aan jullie dat jullie het gewoon niet meer leuk vonden. Ja, zo be it dan. En daar kan ik ook niks aan aanpassen. Een serie kan niet altijd leuk blijven. Soms gaat het in één keer zo van... Dat het kut is. Dat kan gewoon. Dat kan gewoon. Oké, we halen eventjes dit weg. Ga weg. Ik ben zo goed bezig, jongens. Ik ben zo goed bezig. Ik ben trots op mezelf. En een cobblestone. Want we hebben namelijk gewoon kool. Het kool hebben we via dit. Maar ik weet niet of dit slim is. Ik weet niet of dit... Nee, tuurlijk is dit niet slim. Want dan heb je maar drie... Oh my god. Ik faalde ook nog bijna. Koe, ik vind dat je hier een beetje gevaarlijk staat. Zou je alsjeblieft eventjes ergens anders kunnen staan? Vullen dit eventjes met dirt op, zo. Dit wordt straks jouw crib, man. Dit wordt jouw crib, Bobby. Dus wees alsjeblieft even blij met mij als boer. Is er iets met shop of zo? Wat? Er is een shop. Er is een shop. Building blocks. We kunnen zand kopen. Ik weet niet wat ik doe. Zand, koop zand. Ik heb 64 zand gekocht. Denk ik. Ja, ik heb 64 zand gekocht. Ik weet niet wat hier de bedoeling van is. Maar dat betekent dat wij toch nog wel even glas kunnen maken van onze hele mooie huis. En ik denk dat zeker dat we ook via shop eventjes saplings moeten kopen, hè? Dat is wel weer jammer. Zo, we halen gewoon dan het simpele. En dan hebben we alsnog wel een beetje een begin. Waarschijnlijk als je dingen unlockt, zoals diggen, dan krijg je geld. En met dat geld kun je dan spulletjes kopen. Oké, dat is nog oprecht een mooi concept. I like it. Oké, we hebben oprecht wel een mooi beginnetje. Toch cool? Toch, Bobby? Ik wil niet dat je zo gevaarlijk doet, man. Ga alsjeblieft dan mijn huis in. Blijf dan alsjeblieft in mijn huis en niet zo gevaarlijk doen. Oké, we hebben glas. En met het glas kunnen we met de crafting table van dit soort glassen, van die glass pane. En die plaatsen we dan eventjes mooi hier. En dan hebben wij een heel mooi begin van ons huisje. Volgens mij doet het nu al sneller dan Timo's serie. Die destijds Skyblock deed. En zo, netjes, het ziet er goed uit. Zo, hebben we al wat meer glas? Ja hoor, dan kunnen we nog een keer 12 stukjes glasspane maken, denk ik. 12 toch? Of was dat 6? Oh, 16 zelfs. Oh, nog beter. Dan hebben we meteen alle glas geplaatst, zo, huppakee. En dan hoeft eigenlijk nog alleen maar een dakje. En wij hebben nog hout. Wij hebben nog zeker weten hout. Maar ik wil het wel in een mooi steltje. Zullen we dan dit als tijdelijk doen? Ja, we doen dit gewoon als tijdelijke optie. En dan plaatsen we hier wel even een mooi cobblestone. Zo, wauw. Een mooi beginnetje voor ons huisje. Ik vind het helemaal mooi. Helemaal mooi. Ja, nee. Dit moet wel eventjes anders. Ik heb op een of andere manier spruce wood. Ik weet niet hoe ik eraan kom. Maar die heb ik... Voor mij had ik die per ongeluk gekocht of zo.
Maar dat wil ik, ik wil het eigenlijk zo min mogelijk dingen kopen. Maar we gaan straks even een cobblestone generator weer maken. Want die vond ik toch nog oprecht handig om te hebben. En nice, we hebben eigenlijk best wel een mooi begin. Een mooi begin van ons huis. En hier kunnen we sowieso wel even een sprucewood plaatsen. En maken we ook even gewoon een deurtje. En dan hebben we best wel al veel gedaan. Waarom heb ik fucking 3 deuren? Waarom heb ik 3 deuren? Nou, ook leuk. Hoe kom ik aan zoveel hout? Zo, huppakee. En we hebben gewoon een chest geplaatst. Hier droppen we eventjes al die dingen in. En dan hebben wij een heel mooi begin. Misschien kunnen we nog, omdat we best wel veel hout hebben, even wat fences plaatsen. Oh, ik weet niet hoe je een fence maakt, maar dan heeft Bobby zijn eigen plek. Bobby de koe. Oké, weet je wat? We moeten even kijken hoe dat ook weer moet. Volgens mij moeten we daar plank sticks van maken. Dat denk ik tenminste. Ik heb geen flauw idee. Dit is echt heel lang geleden. Dit is echt heel lang geleden dat ik een soort van heb gesurvived. Zo volgens mij. Of was het toch dat dit ertussen moest? Oh, dit is een fence gate. Oké, en volgens mij kunnen we dan zo gewoon doen? Dan krijg je een Oh, Jesus Christ. Hoe maak je dit? Hoe maak je nou weer een... Dit is ongemakkelijk. Oh, wacht. Misschien moet hij al die sticks dan... Of is het toch... Waarschijnlijk is dit het. Dan zou ik wel boos worden. Het is ook nog echt gewoon zo. Sinds wanneer hebben ze dat nou weer veranderd? Het was altijd volgens mij gewoon van die sticks op de onderkant zetten. Zo. Even eerlijk verdelen. Zo. Dit maken we 7, 8, 9, 10. En dan hebben we volgens mij wel genoeg. Oh, we moeten hier ook nog 10 plaatsen. Zo, 7, 8, 9, 10. En huppakee. En we hebben 30 fences. En daar kunnen we even Bobby even veilig mee stellen. Bobby, het gaat helemaal goed komen. Het gaat gewoon helemaal goed komen. Ik wil even dat je hier weggaat. Eventjes een stap achteruit gaat. En eventjes normaal moet... En eventjes normaal... Bobby! Oh, hij heeft een hartje eraf. Arme koe. Hij spaced ermee. Gaat hij nou echt hier gewoon in staan? Bobby, donder alsjeblieft eventjes op. Nou, we maken... Dit is dan jouw crib. Dit is jouw crib, Bobby. Ik wil wel eventjes die chest pakken, hoor. Eventjes die chest weghalen. Volgens mij zit hier... Ja, de X zit hierin. We maken ook even een gate dat we hier naar Bobby kunnen komen. Zo, huppakee. En dan breken we even deze chest. En dan pakken we even alles op. We hebben helaas niet alles kunnen oppakken, maar die gooien we gewoon allemaal even in de chest. En dan moeten we even kijken waar we straks even een bed kunnen maken. Zo, huppakee. Ik moet toegeven dat we een heel mooi begin hebben. Toch, Bobby? Ja, zo. En wat gaan we dan hier maken? Ik weet niet. Misschien moeten we nog iets van een cobblestone generator maken. En die, want die zijn namelijk al even handig, maar dan moet ik eventjes kijken hoe ik dat wil maken. En waar? Want ik heb dan wel even wat meer ruimte nodig. Dus ik ga even wat meer ruimte van Bobby de koe afjatten. Sorry koe, maar ik ga even wat ruimte van je jatten. Zo, we hebben namelijk hier 4 stuk nodig. Hoe de fuck gaan we dit doen? Dit wordt lastig. Oké, daar komt lava. Hier gaan 2 blokken naar beneden. Als ik een beetje een... Ik ga gewoon even een trickje doen. Misschien als ik een beetje een half suicidale actie doe. Oké, there we go. Oké. 3, 2, 1. Oh nee, ja het is gelukt. Het is gelukt en als ik nu weer naar boven ga en dan ga ik wel dood. Maar dat maakt mij niet zo heel veel uit, want daar raak ik toch niet anders van. Hoi Bobby, oh god, hij heeft nog steeds 3 levens. Oh god, ik moet echt rustig met hem zijn. Ik moet echt lief tegen die beest zijn. Ik kan hem niet de hele tijd door blijven slaan. Sorry Bobby. Even kijken hoe ik dit wilde hebben. Ik ben helemaal in de val. Oké, we hebben hier van die kors. Ik weet niet wat dit is. Oké. We gaan ervoor. We gaan het proberen. Oké, we hebben even dan water nodig en lava. Want het is me net al gelukt. Dus waarom zou het nu niet lukken? Zo. Oké. En begin. Doen! Ik heb het verprutst. Of niet. Of ik heb het niet verprutst. Of heb ik het misschien goed gedaan. Oké, ik weet niet wat ik heb gedaan. Maar blijkbaar is dit ook gewoon goed. Oké, nice. We hebben gewoon een cobblestone generator erbij. Altijd chill. Zo, we gaan even hakken. Dan is dit even tijdens onze farm of zo. Dit kan niet goed zijn. Dit is namelijk niet goed. Dit is... Ofwel, ik heb geen flauw idee. Het zal allemaal wel. Dus zeg ik mensen bedankt voor het kijken naar de allereerste aflevering van Minecraft Skyblock. Vonden jullie het leuk? Vergeet dan niet op het duimpje omhoog te smissen. Ik vond het vet. Het is eventjes mijn tijdelijke serie omdat ik druk aan het verbouwen ben in mijn kamer. En het gaat vet. Dus smissen op het duimpje omhoog. Halen we de 2000 likes. Dat zou super awesome zijn. Zeg ik bedankt voor het kijken. En tot. En ja, laat achter in de reacties een aantal challenges of tips of wat dan ook. Zeg ik tot de volgende keer. Dag.